als mensen alleen met die uiterlijke vertoon en rijkdom en alles bezig zijn, dan wordt je wereldbeeld wordt wel heel smal. Dan ben je alleen met materiële zaken bezig. En tot op de dag van vandaag, dat de afgoden van vandaag, de telefoons, de vakantie, de weet ik wat allemaal zijn we nog steeds bezig met die uittocht uit Egypte. Dit is aflevering 2 van Exodus, een serie gesprekken waarin we samen met mensen met verschillende achtergronden op zoek gaan naar mogelijke betekenissen van verhalen uit Exodus. Het tweede Bijbelboek uit de Hebreeuwse Bijbel. En in deze afleveringen gaan we op zoek naar verschillende vragen over slavernij, over bevrijding, over verslaving, over je land ontvluchten en over identiteit. We gaan in gesprek met verschillende experts en zij zullen hun licht laten schijnen over één of meer van deze onderwerpen. En in deze aflevering spreken we met Marianne van Praag. Hartelijk welkom en fijn dat je er bent. Voor de mensen die je niet kennen, je bent rabbijn van de Liberaal-Joodse Gemeente in Den Haag. Klopt. Welkom. Dankjewel. Welkom Marianne. Misschien moeten wij onszelf ook nog even voorstellen. Jurgen, jij wilde vroeger rockster worden. Ja, het is niet gelukt. Wat ben je echt geworden? Ja, het tweede op het lijstje, namelijk de directeur van de Kleine Comedie. Een mooiste theater van Amsterdam. En daarnaast ben ik inderdaad theatermaker en regisseur. En wie ben jij en wat doe jij in het leven? Ik ben theoloog en bijbelwetenschapper. En ik doe van alles als freelance theoloog. Waaronder dit gesprek leiden samen met jou. Heb je dan ook een freelance god? Dat vind ik een mooie vraag. Nou, zullen we dan meteen over, nu de naam toch gevallen is, zullen we het hebben over God? Oh, dat is leuk. Ja? Ik vind kijken namelijk wat er uit gaat komen. Ja, want volgens mij hebben wij iets gemeenschappelijks. Namelijk dat je met die hele figuur God niet per se zoveel hebt. Nou ja, het hangt er vanaf hoe je het woord God omschrijft. En hoe zou jij het omschrijven? Niet. In het Jodendom heb je niet eens een naam. Er is wel een naam voor God, maar je spreekt hem niet uit. Ja. Want het gevaar is als je de naam uitspreekt, dat je er een beeld bij krijgt. En dan wordt het vastgeprikt. Ja. Terwijl in de Bijbel staat de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dan zeg ik, hoezo als er maar één God is? Ieder heeft zijn eigen beeld en zijn eigen beleving. Ja. Daarom wil ik het niet omschrijven, want dan prik ik het vast. En hoe komt het, denk je, dat voor buitenstaanders, die hebben denk ik vaak het idee dat God heel belangrijk is als je religieus bent? God vind ik moeilijk, want dan is het net alsof je over een mens spreekt. Ja. Ik praat meer over het goddelijke. Daar is iets wat ik meer mee kan. Want ja, het zijn ervaringen, het zijn gevoelens. En dat is heel moeilijk te definiëren, heel moeilijk te beschrijven, ook naar een ander toe. En voor iedereen is het anders. De een krijgt een goddelijke ervaring als hij door het park loopt en de bloesem ziet komen. Of vandaag is een prachtige dag buiten. Ja, dan denk je, dan moet er wel iets zijn. En als er een babytje geboren wordt, dan denk je, wauw. Maar waarom is dat goddelijk? Eigenlijk wonder van de natuur. Het is zoiets wonderbaarlijks, zoiets wat we er niet kunnen begrijpen. Dat we toch op de een of andere manier willen proberen er een beetje een beetje betekenis aan of te benoemen. En als je voor iets niet weet, geen woord hebt of te benoemen, dan maak je er een begrip van. Dus God is ook een verlegenheidsoplossing dan misschien? Nou, het zou kunnen. Voor een heleboel mensen, ik denk vooral in een christelijke traditie, is het een houvast. Want er wordt gesproken over de figuur Jezus en als zoon van. Nou, dan gooi je het meteen in een menselijke gedaante. Dus daar kunnen mensen zich makkelijker mee identificeren. En het is veel angstaanjagender als je niet een vaststaand beeld hebt. Ja. Want dan kan het een heel eigen leven gaan leiden. En ik vind dat prima, want ik ben niet christelijk. Maar dus in elke religie is het fijn om een gemeenschappelijke duiding te hebben, gemeenschappelijke ervaring te hebben. Daarom zijn rituelen ook zo ontzettend van belang, omdat je die momenten met elkaar deelt. Dat is zo. En je hebt er toch iets van een inspiratiebron nodig. Ja. Dus noemen we het God, noemen we het God. We kunnen het ook wat anders noemen. Het goddelijke vind ik prettiger om over te spreken, omdat het dan minder persoonsgebonden is. Hoe verhoud jij je tot die traditie? Want in de traditie wordt het toch best sterk gedefinieerd. Ook al is in de Joodse traditie inderdaad gebruikelijk om God, de naam van God niet uit te spreken. Toch zijn daar ideeën over wat de opvatting is en die staan ook redelijk vast. En hoe verhoud jij je daartoe? Nou, die opvattingen zijn in zoverre, er zijn allerlei, net als in de islam, een heleboel verschillende benamingen.
Dus in zoverre zou ik het eigenlijk een beetje rare vergelijking die ik ga maken met het hindoeïsme. Want je hebt een god voor dit en je hebt een god voor dat. Wij hebben benamingen voor die ene goddelijke kracht die het dan volgens onze traditie moet zijn. Maar als ik de strenge rechtsprekende god heb, dan heb ik het over Eloheinu. Als ik het over een liefhebbendere god meer met compassie, dan praat ik over Adonai. Heb ik over de vrouwelijke invulling van God, dan praat ik over Shechina. Het zijn allemaal verschillende benamingen. Ik noem het meer ik praat graag over een goddelijke diamant. En iedere keer dat je een bepaalde, ja, heel intens mooi moment hebt, wordt een van die facetjes van de diamant wordt opgepoetst. En is die eigenschap van het goddelijke op dat moment vertegenwoordigd. Ja, en Janneke begon het gesprek om te zeggen dat je niet zoveel met God hebt. Is dat ook zo dan? Nou, met het begrip God zoals dat neergelegd werd. Maar met de goddelijke diamant? Heb ik niet zoveel. Met die goddelijke, ik denk het feit dat ik hier nu mag zitten, met jullie dit gesprek mag voeren, vind ik al heel intens, vind ik al heel mooi. Vind ik dat een van die facetjes van die diamant opgepoetst wordt. Het feit dat je dit met mensen mag delen. Dat ik er mijn werk van heb kunnen maken. Dat ik hoop de mensen in de schoonheid van de traditie, want daar vroeg je daarnet naar, mee mag nemen en laten zien, zonder dwang, zonder iets, maar alleen overtuigen. Niet, ik hoef ook niet te overtuigen, maar te laten delen in de schoonheid. Geheel vrijblijvend. Ja, dat is een grote luxe. Ja, ja. Dat vind ik mooi. Over die luxe gesproken en het verhaal van Exodus. Wat een centraal verhaal is in de Joodse traditie, wat ieder jaar wordt verteld. Iedere week terugkomt, als we op vrijdagavond de zegenspreuk over de wijn. En dan hebben we het ook over de Yetziat Mitzrayim, over de uittocht uit Egypte. Waarom is dat moment zo belangrijk? Omdat we nog altijd in Egypte zitten, vanuit de Joodse mystiek. We kwamen uit Mitzrayim, dat is Egypte in het Hebreeuws. Nou, Mitzrayim in het Hebreeuws is een meervoudsvorm. Nou, Egypte staat voor overvloed, rijkdom, veelheid. Nou, de kern van het woord Mitzrayim zijn de letters tsar. Dat betekent smal. Als mensen alleen met die uiterlijke vertoon en rijkdom en alles bezig zijn, dan wordt je wereldbeeld wel heel smal. Dan ben je alleen met materiële zaken bezig. En tot op de dag van vandaag, dat de afgoden van vandaag, de telefoons, de vakantie, de weet ik wat allemaal zijn, zijn we nog steeds bezig met die uittocht uit Egypte. Moeten we ons nog steeds bewust zijn van wat is nou eigenlijk de essentie van ons leven? Waar maken we ons druk over? Waar wil ik mijn energie aan geven? Is het dat nieuwe telefoontje? Of is het misschien de hand uitsteken naar die ander, naar die vluchteling die in Nederland. Want wij waren vluchtelingen. Wij waren slaven in Egypte. Ja. En het besef dat is constant. Dat we ons zo bewust zijn waar we vandaan komen. En welke weg we afgelegd hebben. Ja, en de smalte doorbreken, de breedte van de wereld zien. Dat begrijp ik ook heel goed. In Egypte, en het Joods volk in Egypte, staat ook symbool voor onderdrukking. Speelt die onderdrukking op dit moment, in deze tijd, ook nog een rol? Constant. Constant. Want we worden van alles onderdrukt. Als je naar de media kijkt, de manier waarop er met de media omgegaan wordt, de nieuwsfeiten, hoe men probeert te manipuleren, te doen. Ja, hoe je eigen hoofd moet blijven gebruiken. Hoe je eigen verantwoordelijkheidsgevoel moet blijven dragen. En constant van die vrijheid, bewustzijn. Zie je dat als jouw rol, als rabbijn, om mensen te niet wijzen? Niet alleen als rabbijn, als mens. Als mens. Ik bedoel, ik ben toevallig rabbijn. Nou ja, toevallig. Ik heb er wat voor moeten doen. Ja, maar dat lijkt me wel. Ik heb er wat voor moeten doen. Maar nee, ik ben mens en ik hoop als mens zijn dat te kunnen uitdragen. Want dat is de kern van ons bestaan. In het Jodendom is ook, waarom zijn wij hier op aarde? Om de wereld te vervolmaken. De traditie zegt, ik zeg niet dat het echt zo gebeurd is, maar God heeft die wereld aan de mens gegeven. En die wereld is niet compleet, dus die moet compleet gemaakt worden. We moeten hem vervolmaken. Dat noemen we tikkun olam, eigenlijk het herstel van de wereld. En daar heeft ieder individu een rol bij, een rol te spelen. En daar helpt heel erg bij als je je eigen rol kunt relativeren. Als je kunt realiseren van ik ben slaaf geweest. Dus ik weet wat het betekent om de onderdak te zijn. Om in een afhankelijkheidspositie te moeten zitten. En inderdaad vanuit de schoonheid van de traditie te zien dat we eigenlijk alle handvatten aangereikt hebben gekregen. Om daarmee aan de slag te gaan. Dat we
alles in die boeken hebben gekregen. Ik heb geen mindfulness nodig. Het staat daar helemaal hoe we met elkaar moeten omgaan. Hoe we met de aarde om moeten gaan. Hoe we met de vreemdeling binnen onze poorten moeten omgaan. Hoe we met het land moeten omgaan. Ik hoor eigenlijk solidariteit. Dus wij waren slaven. Dus dat brengt solidariteit met alle vormen absoluut, van onderdrukking nu. Absoluut. En ook een hele grote lichtheid. Dus we zijn op weg om de wereld te vervolmaken. Maar wat heb je nodig om de wereld te vervolmaken? Jezelf. En hoe kan je dat? Hoe kan je jezelf meebrengen? Welke stappen kan je nemen om die vervolmaking te proberen te bereiken? Kijk, de grote problemen in de wereld kan ik in mijn eentje niet oplossen. En die arrogantie heb ik ook niet. Maar wat ik wel kan, is proberen wat er op mijn weg komt, om dat aan te pakken. Het komt niet voor niets op mijn weg. En daarvoor open te staan voor de dingen die gebeuren, die onder je neus gebeuren. Die moet je aanpakken, daar kan je wat mee doen. En je weet nooit wat het gevolg is. En dat hoef je ook niet te weten. Maar door alles wat je doet. Ze zeggen toch niet voor niets, één mens kan de wereld veranderen. We zeggen toch, als je één mensenleven redt, dan red je de wereld. Mm. Het begint allemaal bij één. Martin Luther King was zo iemand. Het begint bij één persoon. Als ik denk aan wat latere jaren. Een meisje als die Greta Thunberg. Mm. Die heeft me naar wat teweeg gebracht. Dat is één schoolmeisje. Ja. Wauw. Ja. Ik vond ook mooi dat je zei, of het viel me op ook dat je zei, alles zit eigenlijk al in die Bijbel. Ja. Jurgen, jij zei in ons vorige gesprek dat je je afvroeg, is die Bijbel nou eigenlijk wel zo relevant? En voor jou, Marianne, is het een heel levend boek kennelijk. Het is een heel actueel boek. Ja, als je het niet ziet als geschiedenisboek. Hoe moet je het wel zien dan? Want als het een geschiedenisboek zou zijn, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat een boek, als je de verhalen leest, bedrog, moord, doodslag, verkrachting, landjepik, is dat een heilig boek? We hebben wel een accurate beschrijving van de menselijke geschiedenis in die zin. Maar precies, dat is het. Maar het bijzondere is A, dat het in het Hebreeuws geschreven is. En het Hebreeuws is een heilige taal. En wat maakt die taal heilig? Dat er zoveel verbanden in de woorden zitten. En dat is de mystiek, dat je al die verbanden in die woorden gaat zoeken. Dat je zegt, ja, mensen zijn heel knap, die kunnen dat beschrijven. Die kunnen met de computers. Maar dit is geschreven in een tijd dat er geen computers waren. Dat ze die systeem, ieder woord klopt op de plaats waar het staat. Want er zitten allerlei dwarsverbanden en extra betekenis in. En extra lagen. Hmm. Hoe ben jij dat op het spoor gekomen? Dus van die historische lezing naar een soort mystiek waarin zich veel meer opent. Ja, dat is op zich een mooi verhaal. Ik wist niet dat het bestond. En het rare is dat heel diep van binnen, ik denk dat het wel geweten heb, want ik ben altijd op zoek geweest. Maar ik kon het nooit vinden. En waar zocht, of hoe merkte je dat? Nou, tijdens mijn opleiding tot rabbijn hebben we op een gegeven moment een studiereis gemaakt naar de rabbijnenopleiding in Berlijn. En daar kregen we een les van een professor. En die zat daar, drukte op de kop, het spoot eruit. Het was fantastisch. En ik zat er alleen maar te huilen. Echte tranen. En toen dacht ik ben niet gek. Het bestond dus. Ik wist dat het bestond, maar ik kon er niet bij. Wat raakte je? Dat ik tot dan toe me heel erg verzet had tegen de manier van de Bijbel lezen alsof het een geschiedenisboek was. Mm. En het goddelijke zien als een figuur. Mm. Als een mens. Mm. En daar kon ik niks mee. Nee. Daar kon ik me niet mee identificeren. Ik had er geen relatie mee. Ik dacht, daar zit een man met die lange baard op die wolk. En als er beneden iets niet valt, pats, 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 daar even een dreun uitdeelt. En wat hebben al die mensen misdaan? Dat daar dan een goddelijke kracht daarboven is die dat had kunnen voorkomen. Waarom heeft hij het dan niet gedaan? Nou ja, daar had ik dus niks mee. En onder andere die lezing. En dan merk je dan is het net als je ergens aan toe bent, of je dan openstaat. Mm-hmm. Dan gebeuren er gewoon allerlei dingen. Dus toen kwam er een leraar op mijn pad. Gewoon in mijn eigen opleiding. En die kon me doorverwijzen naar iemand anders die om mijn hoek woonde. Werkelijk, 2 minuten lopen van mijn huis. Die me jarenlang, mijn leermeester is geweest, mij aan de hand heeft meegenomen en mij ingewijd heeft om op die manier naar de Tora te kijken, naar die verhalen te kijken. En ze gewoon zien, het is het verhaal van de mensheid, die Bijbel. Inderdaad, precies wat je zei, hoe de mens was, hoe de mens is en hoe de mens zal zijn. En dan zeg je, als er nooit wat verandert, waarom moeten we het dan blijven lezen? Waarom is het? Iedere keer moeten we een les leren. In ons leven krijgen we lessen aangereikt.
En als we die lessen aanpakken, komen we verder. We hebben alles in onszelf. Het zit in die Torah, maar we hebben alle middelen. We moeten ze alleen pakken. En toch hebben we die Torah nodig, ook al zit het in onszelf. Nou, de Torah, die kan iedere leer nemen. Want weet je, het zijn universele waarden. Waarden voor de mensheid. Daarom is het ook zo mooi dat de Torah is de basis. Ik vergelijk het altijd met de boom. Het Jodendom is boomstam met zijn wortels in de aarde. Dan krijg je de takken, het zijn de kinderen. Die gaan, mijn kinderen deden dat tenminste altijd iets anders dan wat ik graag wilde. Dus die gingen een andere kant op, per definitie. Dat is het christendom. En dan krijg je de blaadjes en de bloemetjes, dat is de islam. Het is allemaal vanuit diezelfde wortel, die universele waarde. En het vormt één geheel. En het vormt één geheel, het heeft één basis. Het woord is al vaker gevallen, mystiek. Ik denk dat voor niet iedereen duidelijk is wat je daarmee bedoelt. Vooral niet in connectie met de Torah. Ja. Nou, dat ten eerste dat ik de tekst niet letterlijk neem. Ik kijk wat zit daarachter verborgen. Mm-hmm. Waar gaat het om? Ja. Wat probeert dit verhaal me te vertellen? En dat heb je met ieder verhaal wat verschillende lagen in zich draagt. Dat je steeds verder probeert te graven. Mm. Tot je komt bij dat je denkt van wauw, dat is inderdaad een universele boodschap. Dat is, als ik kijk, als je een voorbeeldje geeft. Volgens de traditie. En dan zeg ik altijd, of het gebeurt, interesseert me niet. Het feit dat het al 3,000-4,000 jaar in de traditie gebeurt, is voor mij voldoende. Dus dat verhaal, dat eerst was er alleen God. Alleen God was er, niets anders. En God was zo vol liefde dat hij dacht, ik barst uit elkaar. Wordt het toch een mensfiguur, hè? Ja. Blijkbaar waren er wel engeltjes die zeiden, niets doen, niets doen. Maar God deed het toch. En wat deed God? God schiep de aarde en daarop de mens. Eerst was er alleen God. Toen was de mens, toen was die ander er ook. Dus er was niet nog wel, er waren twee mensen. Mm-hmm. Dus de verhouding is van 1:2. Ja. Want dat is het geworden. Wat is nou het doel van de mensheid op aarde? Om terug te werken naar die oorspronkelijke eenheid. Nou, hoe doe je dat? Je kunt het niet, ik ga er eens even aan werken om eens even de perfecte eenheid te bereiken. Zo werkt dat niet. Maar misschien heb je het wel eens gehad, een gevoel van verliefdheid. Een gevoel van dat je even een moment hebt dat je alles begrijpt. Dat alles in elkaar valt, dat alles op zijn plaats valt. Dat is zo'n moment, dat is zo'n moment van eenheid. Ja. En als je ooit één keer zo'n moment in je leven hebt meegemaakt, vergeet je dat nooit meer. En dan denk je, dat is het moment. En als je gelukkig bent, is het net een klimmuur. Soms zitten die momenten dicht bij elkaar. Soms zitten ze heel ver uit elkaar. Maar dat zijn de dingen door gewoon goed te leven. Als een ethisch verantwoord mens, kom je tot die momenten. Hm. En in het Jodendom hebben we gezegd, na'aseh v'nishma, doe het nou maar. Vraag niet, waarom moet ik het doen? Nee, doe het. En dan zal je achteraf misschien begrijpen waarom je het moeten doen. Dat is hetzelfde. Ik heb ooit eens een keer in een interview verteld, dat toen ik tijdens mijn opleiding moest ik knielen. Op Grote Verzoendag. Joden knielen 1 keer, dat is op Grote Verzoendag. En mijn rabbijn, mijn docent, mijn decaan, die deed de dienst en die had tegen mij gezegd, jij gaat maar knielen. En ik had zoiets, man, bekijk het maar. Voor wie en voor wat knielen? Dat bepaal ik zelf wel. Ja, ga mij niet vertellen dat ik moet knielen. En het moment kwam steeds dichterbij. En ik zag dat hij naar me keek. En ik stond in mijn eentje lekker ruzie te maken. En ik doe het lekker niet en ik doe het lekker niet. En ik stond daar te kijken. En het moment kwam dichterbij. En toen was het zover. En toen dacht ik, ja, what the heck? Wat kan er gebeuren? Dus ik ging plat. Dat is naast 70 jaar, doe het nou maar. En op dat moment, en dat is wat ik altijd vertel, want het is echt ik kan het me nog zo goed herinneren, dat moment. Hmm. Het was prachtig weer en ik hoorde de vogeltjes buiten. En toen hoorde ik, toen dacht ik, kijk, op dit moment, de muren van die synagoge waar ik nu ben, met mijn snuffert op de grond lig, kunnen instorten en ik kan daar niets aan doen. Maar die zon die blijft wel schijnen. En die vogeltjes die blijven ook wel zingen. Hier ligt gewoon mijn ingepakte ego. Iets anders ligt hier niet. En toen hoorde ik zijn stem weer van die decaan die bij het kennismakingsgesprek had gezegd, ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt. En toen kreeg ik een beetje het idee van die goddelijke diamant, van dat facetje wat op dat moment werd opgepoetst. Mm-hmm. En toen begreep ik ook het gezegde, na'aseh v'nishma, doe nou maar. Dan zal je wel achteraf begrijpen waarom je het moet doen. Omdat ik gewoon op dat moment mijn ego kon overstijgen. Ja. Maar hoeveel ruimte is er dan voor
de eigen interpretatie die je net noemde. Want je hebt je eigenlijk gevoegd naar het ritueel. Je hebt je eigen ego opzij gezet, maar toch niet helemaal je eigen weg gevolgd. En als ik dat koppel aan de allegorie die je vertelde, de twee, één staat tot twee en twee moeten terugwerken naar één. Stel nou dat mijn interpretatie zal zijn, maar één staat tot twee, dan staat twee tot vier. Dan gaat het eigenlijk over vergroten. Dan zit je in Mitzrayim, dan zit je in Egypte. Dan zit je in Egypte, dan heb je de afgoden. Maar dan uiteindelijk, de basis is heel tsar, is heel smal. Hmm. Want je vergeet de essentie, omdat je alleen maar aan het vergroten en vermeerderen bent. Maar ook dat is natuurlijk jouw interpretatie. Uiteraard. Ik kan me ook voorstellen dat het dan gaat over groter, over gemeenschappen, over solidariteit, waar je het zo net over had. En stel nou dat wij naast elkaar zouden leven en ik geloof juist in het vermeerderen. Op welke gespannen voet leeft dat ten opzichte van elkaar? Het hoeft niet met gespannen voeten. Het hangt allemaal af van hoe je er met je ego mee omgaat. Dus de sleutel zit meer in het ego dan in de uitwerking daarvan. Want de uitwerking is slechts een uitwerking. Ja. Maar het gevaar is als je zo groot gaat denken, dat je ego ook opblaast. Ja. Dat zijn al die mensen die aan de macht zitten, die met hun beste intenties begonnen zijn, maar opeens de kolder in de kop krijgen. Hmm. Want mij overkomt niks. Ik kan dat wel maken. Hmm. Helemaal niet. Ja. Dus kennelijk is zo'n moment van overgave is ook een soort sleutel in hoe jij je hebt ontwikkeld. Absoluut. Ik ga even een knuppel in het hoenhol gooien. Ja, ga je gang. Niet omdat heerlijk. Ik het niet wil, of omdat ik het niet met je eens ben. Hoppa. Maar, ik zeg, het is geen moment van overgave. Het is letterlijk een moment van onderwerping geweest. Wat is het verschil? Dat je eigen identiteit, je eigen visie gebroken is en je voegt naar de wil van anderen in plaats van je eigen lijn te volgen. Tot op zekere hoogte. Want ik ben wel degelijk ik gebleven. Met mijn eigen benadering en alles. Maar soms moet je wel eens door een barrière heen om verder te komen. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig, Jurk. En heb jij wel eens zo'n ervaring gehad als Marianne beschrijft? Dus dat je je eigen ego even los kon laten of onderdeel werd van iets groters? Of is dat iets wat je echt sleutel, het is niet een sleutelmoment geweest zoals jij het omschrijft. Maar wat ik probeer te agenderen met de voorstellingen die ik heb gemaakt, waar met het systeem dat ik aan het onderzoeken ben, heb ik wel nagedacht op welke manier wil ik dat toepassen. En ben ik wel de geschiedenis in gedoken om te kijken welke revolutie heeft nou echt gewerkt en hoe pak je dat aan? Uiteindelijk heb ik er persoonlijk voor gekozen om binnen de bestaande systemen de grenzen op te rekken of de mijn eigen weg te volgen. Omdat ik wist wat de kaders waren, zodat ik wist waar je ook tegen af moest zetten en waar je toe moest verhouden. En ik heb persoonlijk nooit geprobeerd de revolutie te ontketenen. Ja. Maar dat heb ik wel gedaan. Ja, hoe heb je dat? Ik heb 40 jaar gevochten voor de positie van de vrouw. Ja. 40 jaar. Die 40 jaar in de woestijn rondgedarteld. Hmm. 40 jaar in de woestijn. En het ging nooit om mij. Ja. Het ging om het principe. En wat was het principe? Waarom zou een vrouw niet dezelfde rol kunnen vervullen binnen het liberale jodendom als een man? Want het is niet persoonsgebonden. Hoe heb je dat gedaan? Heb je daar ook het systeem voor gebruikt? Of ben je juist tegen het systeem ingegaan? Of probeer je het systeem te omvergewerken? Alles geprobeerd. Wat is gelukt uiteindelijk? Dat ik afstand genomen heb na 40 jaar strijd. En dat er toen iemand gekomen is die ik had als het ware het voetbalveld helemaal geplaveid. Ik had de doelen geplaatst. Ja. En iemand anders kon de bal zo intrappen. Ja. Ja, ik heb ze voorbereid dat iemand anders het kon inkoppen. En het is goed dat ik dat niet gedaan heb. Waarom? Want ik kan me heel goed voorstellen dat het frustrerend zou kunnen zijn dat al het werk dat jij hebt gedaan, dat is niet belangrijk, want het ging niet om mij. Ja. Dat is het hele principe. Ja. Ik ben niet belangrijk in het geheel als ego Marianne van Praag. Ja. In dit geval is Marianne van Praag is slechts een pion. Ja. Ja. Ik wil heel graag een parallel trekken met Mozes. Dus dat deed jij zelf eigenlijk al. Dus je zei 40 jaar in de woestijn. Dus Mozes leidde het volk 40 jaar in de woestijn. Maar toen, voordat ze het land binnengingen, Mozes ging niet mee. Dus dat is eigenlijk misschien hetzelfde. Je bereidt het speelveld, maar je hoeft zelf niet per se
Nou, uiteindelijk ben ik het wel geweest. En ben ik, want ik heb altijd gezegd, ik word nooit rabbijn van die club. Ja. Nou, dat ben ik, geloof dus niks van wat ik vertel. Want ja. Ik ben nu al heel... Dat niet worden? Omdat ik al die tegenwerking daar gehad heb. En inderdaad, en ik heb gezegd, nee, dat doe ik niet aan. Dat begin ik niet aan. Maar ik zit daar nou 10 jaar en ik heb het dik naar mijn zin. Ja. Maar, voelt het als overwinning om die positie te krijgen? Nou, ik moet je zeggen, wat het leuke was, toen ik uiteindelijk mijn rabbinale bevoegdheid kreeg, gebeurde dat in het gebouw van mijn synagoge in Den Haag, waar ik opgegroeid werd. En toen had ik wel zoiets van la 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 la. En merkte je ook aan mensen dat er echt iets was getransformeerd? Dus dat ja, ze jou konden ontvangen? In absoluut, die... want ik was daarna... dan wordt er bijvoorbeeld op een algemene ledenvergadering moet je worden voorgedragen. Op 1 stem na hebben ze voorgestemd. Zo. Ja, mooi. Dat, ja. Dat klinkt wel als een overwinning. Weet je... Ook daar gingen, weet je, dat was natuurlijk was dat leuk. Natuurlijk heb ik ook een ego. Ik bedoel, ik ben niet helemaal een blaadje omschreven wat daar heilig zit te zijn. Maar nogmaals, het gaat om het principe. Als je een liberale club bent, moet je aan liberale regels houden. En je dan niet altijd was op, ja, het is altijd zo geweest. Ik zei, altijd. Mm. Ja. En dan kan je de geschiedenislijn aangeven wanneer het begonnen is. En dat in die loop der tijd dingen ook veranderd zijn. Ja. Is dat kenmerkend voor het liberale jodendom? Ja. Die mogelijkheid om te veranderen? Ja, absoluut. Maar hoe hou je die transformatie gaande? Want wat mens eigen is dat ze geloven dat zij het eindpunt zijn. Dat zij eigenlijk alles hebben ontwikkeld. En dat nou ja, de generatie... Is weer de arrogantie van de mensen. Precies. De hoe zorg je dat je die los kan laten? Want dat kost werk. Nou, dat probeer ik iedere week in al die speeches die ik geef. Laat ik het maar even een preek noemen. Drashot noemen wij dat. Probeer ik daar even de relativiteit van het geheel te zien. En waar je met je hoofd tegenaan loopt. En dat eigenlijk dezelfde symboliek in al die verhalen zit. Dat een mens een keuze moet maken. Dat iedereen de keuze heeft. Welke kant ga ik op? Doe ik het wel? Doe ik het niet? Ga ik met de massa mee? Ga ik niet met de massa mee? Doe ik het goede? Doe ik het verkeerde? Luister ik naar dat stemmetje in me van niet doen, niet doen? Of wel doen, wel doen? Als jij nou zaterdag een preek zou geven over de serie verhalen van Exodus, welk verhaal zou jij dan kiezen? En waarvan zeg je nu, ja, dit moet nu echt gezegd worden? Het feit hoe we met de vluchtelingen omgaan in Nederland. Constant wordt dat gezegd. Dat daar richt ik ook de afgelopen 3 maanden in mijn diensten. Ja. Is het iets wat steeds terugkomt. We beëindigen de dienst ook op een andere manier. Met een lied voor vrede. En het bewustzijn dat wij weten wat het is om ongewenst te zijn. Om te moeten vluchten met huilen. Met alles wat je hebt. Of zonder iets. Dat je weg moet gaan. Dat je een verantwoordelijkheid hebt naar de mensen die je tegenkomt. Dus dat is een bron van verzet ook dan? Absoluut. En hoe zouden we daarmee in praktische zin mee om moeten gaan? Wat zouden we met de vluchtelingen in Nederland moeten doen? Het gevoel geven dat ze mens zijn. Ik haal altijd een voorbeeld naar voren. Dat is bijvoorbeeld, noem maar, de straatkrantverkoper op straat. Je kunt er op verschillende manieren langslopen. Je kunt er langs voor lopen van ik zie niks, dus ik loop door. Ik geef je lekker toch niet. Je kunt met afgewend hoofd even een muntje in zijn of haar hand duwen. Je hoeft niet altijd geld te geven. Zijn meeste mensen staan op hetzelfde punt. Als er iemand bijvoorbeeld bij de supermarkt staat of bij de winkel staat. Waar je langs, als het koud is, geef eens een kop koffie. Ga eens een keer een kop koffie drinken. Luister naar het verhaal van de mens. Geef ze het gevoel dat ze mogen zijn. Ja. Dat ze hun verhaal mogen. Hoe ben je hier gekomen? Heb je familie? Waar is je familie? Is het moeilijk voor je? En wat zijn de reacties in de gemeenschap? Want er zijn ook Nederlanders die zeggen, nou ja, we kunnen hier niet zoveel mensen hebben. Of we zijn bang. Die zijn er altijd. En Nederland is al lang Nederland niet meer. Zoals dat 100 jaar geleden was. En wat wil je daarmee zeggen? Dat we ook steeds veranderen. Dat we meer universeler zijn. Dat er meer mogelijkheden zijn. Dat er van alles kan. Als je maar inventief genoeg bent. Dus het heeft ook een positieve kant dat Nederland niet Nederland meer is. Dan. Absoluut. Nederland had altijd de naam zo gastvrij te zijn, alles te kunnen. We vergeten dat de meeste Joden percentueel in Nederland verraden en vermoord zijn. Mm-hmm. Nou, geweldig Nederland. Hoe tot op de dag van vandaag spullen niet teruggegeven worden aan de rechtmatige. Nou, hoe geweldig is dat? Mm-hmm. Dus we weten, het is heel goed dat dingen veranderen. Het is heel mooi dat we al die verschillende die kleuren aangereikt krijgen. Is zo mooi. Ja. Ik vergelijk het altijd met een... Het is een boeket bloemen.
En wat maakt het boeket zo mooi? Iedere individuele bloem die anders is. Ja, maar nou ja, is het moeilijk om ruimte te geven aan de ander? Waar... Hoe moeilijk is dat? Nou ja, waar jouw vrijheid, mijn vrijheid in de weg zit. Want er zitten altijd spanningsgebieden. Ja, ja, oké. Okay. En dan wat doe je dan? En hoe zorg je ervoor dat inderdaad je ego niet de overhand neemt? En hoe zorg je ervoor dat ik niet het gevoel heb dat jouw vrijheid ten koste van mij gaat? Ja, ten eerste is er iets, er is niet één heilige waarheid. Waarheid in het Hebreeuws, daar gaan we weer, is het Hebreeuws. Het woord emet, dat is waarheid, bestaat uit twee gedeelten. Em is ima, is moeder. Emet, mavet, is de dood. Dat is de enige waarheid. Je wordt geboren, je gaat dood. Alle rest is interpretatie. Oh, ja. Dus jij hebt jouw waarheid, dat is prima. En ik heb mijn waarheid, die werkt voor mij en die werkt voor jou. En hoe kunnen we dat samen naast elkaar laten werken? Maar hoe doe je dat? Want als jouw waarheid, als jouw werkelijkheid, als jouw vrijheid, mijn vrijheid... Maar dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Even op praktisch niveau. Ja. We wonen naast elkaar. Ik hou van keiharde metal rock. En ik wil de vrijheid nemen om dat dagelijks urenlang te spelen. En dat zit jouw vrijheid in de weg. Want jij houdt niet van harde metal rock. En... Dan gaan we met elkaar overleggen. En dan gaan we inderdaad kijken, waarom hebben we regels? Er is ook iets als geluidsoverlast en decibellen en dat soort toestanden. Grenzen, zoals een klein kind grenzen gegeven moet worden. Want het geeft veiligheid. Je weet waar je aan toe hebt. Er zijn gezamenlijke afspraken. Dus als je door in goed overleg gezamenlijk afspraken kunt maken. Van, weet je Jurgen, op dinsdag ben ik van 2 tot 12 s'avonds weg. Je rokt maar een end weg. Vind je het heel erg om rekening mee te houden als ik dan en dan thuis ben, als ik weet ik zaterdag voor mij de heilige dag, om het dan niet te doen, kun jij daarmee leven? Mm. Het gaat om redelijkheid, het gaat om het is de manier van communiceren, ja, en elkaar waarderen in wie en wat we zijn. Is dat ook wat in het boek Exodus gebeurt in de woestijn? Dus die praktische kant van er worden afspraken gemaakt, zo leven maar we dat zo is, maar, we maar dat is de essentie, dat is de essentie. Die 10, die Mozes die berg opging, die 10 uitspraken kreeg, wat begin is eigenlijk van de basiswetgeving die we hebben. Ja. Oké, de eerste 5, de eerste 3 gaan over God. Die gaat over in de Nederlandse taal over de rust. En de 5e gaat over de eert uw vader en uw moeder. Nou, en dan komen we aan business, die laatste 5. Van niet moorden, niet liegen, niet jaloers en zo. Dus eigenlijk de basisregels. Je hebt regels nodig, je hebt grenzen nodig om je te beschermen. Maar toch is het verlangen van de mens, ook in die 40 jaar... dat is ook daar in het verhaal aanwezig. Want toch verlangen mensen naar de vleespotten van Egypte. Ondanks tuurlijk, de onderdrukking. Tuurlijk. Hoe valt dat te rijmen met elkaar? Nou ja, het zit in de mens. Het is inherent. Kijk, op zich, de mens... Er wordt wel eens gezegd, ook in de Joodse mystiek... het grootste cadeau wat God de mensheid heeft gegeven is verdriet. En dan kijkt iedereen me aan, die is gek. Luister, als jij geen verdriet kent, weet je ook niet wat geluk is. Hmm. Als je geen wit hebt, heb je geen zwart. Die tegenstellingen zitten in de mens. Goed en slecht zit ook in de mens. En daar heb ik altijd een overtuigend bewijs voor. Nou, wat is het overtuigende bewijs? De appel in het paradijs. Alles mocht. Het was helemaal perfect. Het enige wat ze niet mochten, was die ene appel eten. Nou, als er alleen maar goedheid was, dan hadden ze die appel niet gegeten. Nee. Want dat mocht niet. Nou, dan doe je dat niet. Klaar. Nee, maar ze hebben het lekker toch gedaan. En op dat moment viel alles uit elkaar. Want er was de verkeerde keuze gemaakt. En dat is het verhaal van de mensheid. Het zit in de mens. Hoe ga je daarmee om? Je mag dingen fout doen. Natuurlijk mag je dingen. Ieder mens doet dingen fout. Als je de les maar leert uit en daardoor op een niveau hoger komt. En dan ga je weer andere dingen fout doen. Maar daar heb je dat levenspad voor. Maar het is een weeffout in de creatie dan. Waarom? Omdat het leven mooier, harmonieuzer... zou kunnen zijn als we ons aan de regeltjes houden. Of als die verleiding er niet zou zijn. Als die strijd, die paradox in de mensen aanwezig zou zijn. Nee, dat is niet waar. Want dan is, dan is er alleen maar saaiheid, niksheid, allemaal. Oh, het is allemaal zo mooi. Oh, gezellig. Maar, en je hebt dus ook mensen nodig die tegen de regels aanschoppen. Ja. Zoals jij eigenlijk ook doet. Dus wat is dan de balans? Soms zijn regels belangrijk, je hebt ze nodig, maar je moet er ook tegen vechten. Nou, dat is mijn eeuwige stelregel. Ben ik er voor de regels of zijn de regels er voor mij? Ik ga ervoor uit dat de regels een hulpmiddel voor me zijn. En als ik vind dat er iets echt niet goed gaat, als er echt iets niet eerlijk is, dan hou ik me daar niet aan. Want ik heb een goede reden. Het is niet zo, ik heb geen zin vandaag, dus ik doe het niet. Nee, als ik een goede reden heb om het te doen, dan doe ik dat. Als ik vind... Kijk, we hebben iets, dat heet intuïtie. Als je gevoel je zegt dat iets niet klopt,
dan doe je het niet. Maar als mijn gevoel zegt dat het niet klopt dat al die vluchtelingen naar Nederland komen en mijn ruimte innemen, dat is een sterk aanwezig. Er zijn een heleboel mensen die dat gevoel hebben. Tuurlijk, maar dan is het, waar zijn ze bang voor? Ze zijn bang voor hun eigen hachie. Ja. Ze zijn bang voor hun eigen luxe. En ze vergeten, ze zijn ook niet in een situatie geweest dat ze zich realiseren wat het is om op die manier ergens weg te moeten gaan. Dus dan zal er toch op de een of andere manier met de mensen gesproken. Natuurlijk, te veel is niet goed en er wordt altijd misbruik gemaakt van systemen. Ik ben niet gek, ik ben niet helemaal naïef of helemaal niet naïef. Ik zie die dingen ook. Maar mag je nooit iemand helpen omdat er altijd iemand tussen kan zitten die misbruik maakt van een systeem? Dan krijg je wat de overheid doet, van we gaan ervan uit dat iemand fout is. Ja. Bewijs maar eens dat je goed bent. En dat is een verkeerde grondhouding. Ja, absoluut. Ja. Pertinent verkeerd. Ja, nou, ik vind het wel een hele belangrijke ervaring die je net ook inbracht. Dus van de Joodse gemeenschap in Nederland. Wacht eens even, wij zijn niet goed behandeld als Joden in Nederland. Dus ook dus, om dat verhaal te doorbreken van een soort ideale Nederlandse identiteit die er ooit geweest zou zijn en die nu in gevaar wordt gebracht. Ja. Wie schopt er op dit moment tegen jou aan, zoals jij hebt aangestropt tegen het instituut? Weet ik niet. Nee, zie je geen vorm van verzet ten opzichte van het leiderschap van de afgelopen tien jaar? Absoluut niet. Heb je het allemaal goed gedaan dan? Nou, ongetwijfeld niet. Ik denk, natuurlijk maak ik fouten. Ik doe hele stomme dingen. En ik ben een flap uit en ik ben te direct en dat soort dingen. Maar dit zijn, ik denk dat deze principes zo belangrijk zijn. Dat is echt de rode draad. En ik heb nog niet gemerkt dat ik iemand daarmee voor het hoofd heb geslagen of zo. En als dat wel zo is, jammer, want hier sta ik voor. Ja. Tot slot nog even naar Mozes, die jij ook wel eens hebt beschreven als een niet-ideale leider. Dus eigenlijk als een mens met allerlei mankementen. Ja. Herken jij je in Mozes als leider? Nou, nee. Nee, ik zou me niet met die grootheid kunnen, zoals ze zeggen, als die al geleefd zou hebben, als historisch figuur. Precies, de Torah wordt afgesloten met: we hebben nooit zo'n grote profeet gehad als Mozes. Oké. Okay. Uh-huh. Het figuur waar hij voor staat, is inderdaad wel beperkte ego. Hij stotterde, volgens het verhaal. Hij kreeg de opdracht: gaat volk bevrijden. Dat hij altijd als een goede Jood zei: oi, waarom ik? Kan je niet iemand anders kiezen? En dan krijg je hulp. Oké, dan krijgt hij hulp. Hij was driftig. Hij was al die dingen. Dat maakte. En dat vind ik op zich het mooie er wel van. Het was een gewoon mens. Er wordt niet een of andere heilige van gemaakt waar ik me niet mee zou kunnen identificeren. Ik heb niet de kracht en ik heb niet de grootsheid van een wereldleider. Ik probeer in mijn kring te doen wat ik kan. Ik probeer interreligieus actief te zijn om met elkaar te strijden voor een beter maken van de wereld. Open te staan naar elkaar toe. En dat te leven. En het niet alleen in woord te doen, maar ook in daad te doen. En ik heb daar nog geen hoogstens thuis, dat ze af en toe zeggen: moet je weer zo nodig? Waarom is het belangrijk om dit verhaal, het verhaal van Exodus, de figuur van Mozes, om dat te blijven delen? Wat is de actualiteit van dit verhaal, dat zo oud is? Dat de mens nooit veranderd is. Dat de mens constant zich bewust moet zijn van de keuze waar die voor staat. En hopelijk dat de mens dan het goede kiezen. En jij vertelt, je bent ook actief in interreligieuze dialoog. Dus is dit Exodus een verhaal wat kan helpen om polarisatie te overstijgen of mensen bij elkaar te brengen? We leven in een tijd van polarisatie. Maar het zijn altijd de uitersten. De grote middenmoot, er gebeurt zo verschrikkelijk veel moois. Er zijn zo ontzettend veel mooie initiatieven. Ik weet niet of jullie de Prinsjesdagviering kennen. Dat is in Den Haag, dat is al 21 jaar voorafgaande aan het lezen van de troonrede. Dan met 10 religies zitten we het hele jaar met elkaar te vergaderen voor een thema om het kabinet en het parlement die daar dan zitten een boodschap mee te geven voor het komende jaar. Weet je, er gebeurt zoveel moois. Daar focus ik me veel liever op dan al die polarisatie. Want ik heb er geen zin in. Ik kijk naar wat ons bindt en niet naar wat. En pas als je met elkaar samen een vertrouwensrelatie hebt opgebouwd, kijk wat je allemaal bindt, kun je ook gaan praten over verschillen. Maar daar is niks mis mee. Ja. Maar in eerste instantie is er genoeg wat we gemeenschappelijk hebben. Er is heel veel wat we gemeenschappelijk hebben. En er gebeurt gewoon ontzettend veel moois.
Dat lijkt mij een mooi moment om dit gesprek mee af te ronden. Dank je wel, dank voor je inzichten. En het mooie om te horen dat het inderdaad gaat over het bewustzijn van... wil je meer van 2-1 worden? Wil je, wat brengt dat met zich mee? Welke verantwoordelijkheid draagt dat met zich mee? En ik denk dat er genoeg stof is om er verder over na te denken. Ik hoop het en bedankt dat ik dit mocht delen met jullie. Heel dank graag. Aan jou, fijn dat je er was.